Dit is Knevel op zaterdag. Goedenavond bij mij aan tafel. De heer Balken en de lijsttrekker van het CDA en Pim Fortuyn van de Lijst Fortuyn. Mijn heren, van harte welkom. En zijn we vanavond met elkaar in debat. Als eerste wil ik u beide vragen elkaar te introduceren. Dus ik begin even bij u, meneer Balkenende. Wie is meneer Fortuyn? De heer Fortuyn is een bekend wetenschapper, hoogleraar geweest aan de Erasmus Universiteit. Maar vooral ook bekend van, als columnist van de Elsevier. Heeft zich met tal van zaken aan bezighouden. En op het ogenblik trouwens net CDA een van de criticasters van Paars. En ervan overtuigd dat er verandering moet komen in de Nederlandse politiek. Ja. Dat ex-hoogleraar, was dat een beetje een steek onder water? Nee hoor, absoluut niet. Gewoon, we hebben altijd hele goede contacten gehad. Nee. Het is ook zo'n Nederlandse. Ja. Meneer Fortuyn, wie is meneer Balkenende? Ja, ik wil even aansluiten op het laatste. Die kritiek op Paars, want dat moeten we erin houden. Hè. Paars loopt nu weg en niemand verdedigt Paars. Maar mijn vraag was dus, wie is Fortuyn? Ja. Wie is meneer Balkenende? Wie is Balkenende? Ik ken hem al heel wat jaren. Mijn eerste ontmoeting herinner ik me nog. Dat was op het wetenschappelijk bureau van het CDA. Dit vroeger de Kuiperstichting. En daar leerde ik een jonge, intelligente wetenschapper kennen. En ik dacht toen al, dat wordt een politicus. En dat is sneller waar gebleken dan je had gedacht. En vooral ook de snelheid waarmee hij lijsttrekker... En wat vindt u nu van lijsttrekker Balkenende? Verrassend. Ja, dan moet ik. Ik heb een column geschreven over het afzetten van Jaap de Hoofdschepper. Ik vond dat een Judas-streek, heb ik toen gezegd. Maar ik moet zeggen. Hij is beter. Oké, dat was de introductie. Ja. Bedankt. We gaan nu beginnen met de actualiteit van vandaag, want er gebeurde nogal wat deze week. We hebben een paar dingen op een rijtje gezet. Ik kijk iedereen recht in de ogen, ook het parlement, over alles wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, niet heb gedaan en waar ik voor sta. En ik zal daar mijn verantwoording ook nemen. Je kunt dit trauma nooit afsluiten zonder publieke verantwoording onder ede. We zullen dit zittende kabinet zelf met een aantal beleidsvoorstellen komen. Ik vind dat dat ook een opgave is waar we op mogen worden afgerekend. Zodat we dat echt proberen. En wij komen met veel betere plannen dan deze staatssecretaris. En hij zou er verstandig aan hebben gedaan daarop te wachten. Als dit het kabinetsplan wordt, is het een goed plan. Want een nieuw stelsel wat ook meer mensen weer aan het werk kan helpen en minder mensen in de WO kan brengen, is goed. Ik moet constateren dat het op een aantal belangrijke punten we niet tot voldoende goed beleid zijn kunnen komen met de Partij van de Arbeid. Ja, de consequentie van die gedachte is dat het nog heel moeilijk zou worden om juist die punten wel met de Partij van de Arbeid op te lossen. Meneer Balkenende, gefeliciteerd. VVD wil niet samen met de Partij van de Arbeid, hebben ze gisteren gezegd en vanmorgen nog wel helderder in het commentaar op de WO. Dus u komt in de nieuwe regering. Nou, de kans voor het CDA om tot de nieuwe regering toe te treden is natuurlijk een stuk groter geworden. Ja, volgens mij is die 100, maar, peiling. Daar zet u dan op in. Moet eerst maar kijken wat er gebeurt op 15 mei. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik geloof wel dat de conclusie kan zijn dat ook de deelnemers aan de Paarse coalitie het zelf ook een beetje beu zijn. En ik denk het ook samenhangt met de vraag, is Paars nu overtuigend? Heeft men oplossingen weten te vinden voor die problemen die mensen bezighouden? Nou, het feit dat de VVD vandaag ook zo klip en klaar zegt van niet doorgaan met PvdA Melkert, dat is glashelder. Vindt u het fijn voor het CDA, meneer Fortuyn, dat het in de regering komt? Nou, ik vind het wel een opsteker, maar ik ben het geheel en al met meneer Balkenende eens. Als hij zegt dat de kiezer het bepaalt op 15 mei, dat hangt helemaal van dat de uitslag af. En ik hoop dat Paars, en daar doe ik ook mijn uiterste best voor, dat dat niet terugkeert. Dat is echt schoon genoeg. Wegwezen. Paars heeft een regeerakkoord, heeft een akkoord gemaakt over de WHO. Ja. Dat moet in uw ogen en in uw oren gruwelijk geweest zijn, dit WHO-akkoord. Er is natuurlijk veel gezegd over, want ik heb dus voorgesteld om alleen maar een WHO te hebben voor mensen die een beroepsziekte hebben of een beroepsgebrek. Dus het moet gerelateerd zijn. En de rest te doen in andere verzekeringen, particulier of collectief. Nou, er is een wezenlijk geweldige stampij over ontstaan, over kanker, et cetera. Wat in dit voorstel zit, dat is geweldig asociaal. Want er zit dus een periode in dat je gewoon helemaal niks krijgt. Dus dat betekent dat je als kraammachinist
uit een kraan valt op de kade en je zit binnen die 2 jaar dat je geen recht hebt op WAO, dat je het maar uit moet zoeken, terwijl het zonneklaar is dat die man door het beroep wat hij uitoefent misschien een dwarslesie heeft opgelopen en zijn hele leven lang is uitgeschakeld van arbeid te kunnen. En dat levert dan die socialistische FNV ons op. Maar u bent positiever. Jij bent positiever. Ik denk, als het gaat om de toekomst van de WAO, heb je in ieder geval een draagvlak nodig van werkgeversopnemers. Dat is van belang. Maar dat is natuurlijk niet het enige. We hebben altijd gezegd, als er een nieuw plan voor de WAO moet komen, dan moet er resultaat opleveren. Ik vind dat het kabinet wat halfslachtig is. Aan de ene kant zegt men, we delen de opvatting van de SER. Aan de andere kant, geen verhoging van uitkering, geen PEMBA-afschaffing. Dus dat is, het is een beetje van alles wat. En in die zin, het is een soort politiek compromis. Overigens erg merkwaardig dat de Partij maar van de Arbeid richting vandaag... Maar richting CDA is natuurlijk wel aardig, hè? Ja, CDA staat aardig in deze richting. Nee, het geeft toch een beetje... Het aan dat het kabinet zelf niet uit weet te komen. Het is een soort politieke oplossing. Ik wil wel een punt maken ten aanzien van de Partij van de Arbeid. Melker heeft gezegd, ik hou vast aan het hele plan van de Sociaal-Economische Raad. Heeft er zelf geen financiële dekking voor in zijn programma. En de eerste kandidaten op de lijst, de topmensen, die zijn wel allemaal akkoord gaan in het kabinet. Maar er is één punt van fortuin. Het onderscheid tussen mensen met een beroepsrisico en een maatschappelijk risico. Bijvoorbeeld iemand die krijgt een ongeluk op zijn werk. En dan zegt de heer Fortuyn, dan... is daarvoor de WAO bestemd. Ja. Maar heb je in je vrije tijd een ongeluk? Ja. Dan niet. Ja. En dat vind ik eerlijk gezegd erg arbitrair. Neem nu het voorbeeld van een vertegenwoordiger. Die krijgt in zijn werktijd een ongeluk. En dan heeft hij recht op die uitkering. Ja. Heeft diezelfde man nu in het weekend een auto-ongeluk? Ja. Dan niet. Nee. En wat zie je nu in andere landen? Bijvoorbeeld in Duitsland. Daar hebben ze dan die situatie. Onderscheid tussen het beroepsrisico en het maatschappelijk, het sociaal risico. Dat blijkt juridisch erg lastig te zijn. Maar ook wat krijg je dat mensen op 2 manieren verzekerd zijn voor beide. En dat vind ik eerlijk gezegd niet erg goed. Ja, maar ik vind het heel lastig om het onderscheid te maken tussen dat maatschappelijke risico en de beroepsrisico. U noemde het arbitrair. Heeft u daar geen hardere woorden voor? Ik vind dat een heel net woord. Nou, ik heb de situatie in Duitsland ook bestudeerd, omdat die ook in Nederland is de zaak aan de orde geweest. En wat zie je? Het is heel moeilijk uit te maken van, is iets nu typisch een beroepsrisico of een maatschappelijk risico? Als je wordt gezegd, sporten is goed voor je gezondheid. Dat is ook goed voor je werk. Ja, en je breekt je been en je breekt, dan kun je het vergeten. Nee, maar het punt is dat die globale regeling van ons, daar zijn we het in ieder geval allemaal over eens, dat ertoe heeft geleid dat er mensen in de WAO zitten die daar niet in horen door oneigenlijk gebruik en door misbruik. Hè? Als ik daar bijvoorbeeld... Als ik daar door Rozenmuller op word aangesproken, dan denk ik, jij bent een van degenen geweest die honderdtallen die weg hebben gewezen. Dat is ook mijn reden dat ik niet zoveel vertrouwen heb in dat overleg op dit punt, hè, wel op allerlei andere punten, maar op dit punt tussen werkgevers en werknemers. Dat is een veel te belangengebonden geheel. Nou, en elke oplossing... daar kleven nadelen aan. Want wat we willen is een terugdringing van die beroep op de WAO. Dat betekent dus dat je mensen moet willen teleurstellen. En mijn oplossing van die andere risico's voornamelijk, wil ik ook graag zien, via particuliere verzekeraars. Dat heeft 2 voordelen. Dat mensen zelf kunnen kiezen in de levensomstandigheden die ze hebben. Van nou ja, ik verzeker veel of ik verzeker weinig. En het tweede voordeel is dat ik erg veel vertrouwen heb in particuliere verzekeraars om die risico's op een goede manier te kunnen inschatten en af te delen. Ik denk dat het kern van het probleem is diegenen waarvan je zegt die zijn langdurig aangewezen op de WAO omdat ze geen alternatief hebben, omdat ze onomkeerbaar zijn als het ware. Voor die mensen heb je de WAO nodig. En je moet onderscheid maken wie hebben kans op de arbeidsmarkt en wie niet. Dat onderscheid hebben we nodig. Ja, maar wat u doet is denk ik toch niet rond aan het nemen. Zijn we met actualiteit bezig? Dus waren we nou maar nooit aan die psychische component begonnen en die niet meetbaar is en aan die lage rugpijn. Als we dat eruit hadden kunnen zetten, hadden we ook bewijzen van spreken in zijn huidige vorm kunnen blijven bestaan. Dan moet ik eerlijk zijn in de richting van de Sociaal-Economische Raad. Daar wordt over gesproken hoe je die mensen met problemen, met rugklachten, met psychische problemen, hoe je die kunt helpen. Dat zit in de plannen. Nog even kort. Srebrenica, het onderwerp van deze week. Geloof ik, meer nog dan de WAO. Fortuyn heeft gisteren de opmerking gedaan in wat met Melken dat Kok moet aftreden. Volgens de kranten van vandaag zou het hele kabinet erover denken. Wat vindt u, meneer Balkenende? Kijk, als het kabinet zelf zou zeggen we stappen op, is dat hun verantwoordelijkheid. Maar het gaat mij in dit stadium iets anders. Ik vind dat op een aantal punten helderheid moet komen. Ten aanzien van de vraag, wat is gebeurd?
gebeurd in 1994 en 1995. Minister Voorhoef heeft gezegd in 1994, het is een onuitvoerbare opdracht. En dan is natuurlijk de vraag, wat doet een kabinet met die conclusies? Nou, ik vind op dat punt het rapport van Niot nog tekort schiet. Dus en u dat... zegt aftreden en zo, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee, maar je moet eerst praten over het debat op 25 april. Dan praat je over een parlementaire enquête. Ik denk dat die nodig is, waarschijnlijk door de Eerste Kamer, om die politieke verantwoordelijkheden beter in kaart te krijgen. En dan is het punt voor de politieke conclusies. Ja, het ging ook wat kort door de bocht. Was dat een grap gisteren voor Nee, nee, nee. Ik heb gisteren heel duidelijk gezegd, natuurlijk moet eerst het debat plaatsvinden. Maar heb ik gezegd, heb nou eens ook aandacht voor de emotionele component in het geheel. En dat betekent dus dat je moet denken aan die nabestaanden van die slachtoffers. Voor mij staat vast dat het optreden op een aantal punten kenmerken van amateurisme vertoont. Zowel van de landmachttop als die van het kabinet. Nou, en toen zeg ik, dan is de aangewezen persoon om de schuldenlast op zich te nemen, dat is de premier. Maar natuurlijk na het Kamerdebat, want je moet wel je verantwoording nemen. In de uitzending van Icon deze week dacht ik dat u toen nog wat terughoudender was. Ja, aanzien van vallen van bewindspersonen. En daarom was het verrassend om gisteravond iets anders te horen. Nou, dat komt omdat ik kende dat rapport natuurlijk niet. Ja. En op dat moment, ik ken dat nog niet in detail, maar de toelichting, en ik wil wat in kunnen lezen. En het is voor mij schokkender dan dat ik had gedacht. Want ik dacht, die mensen die zijn bezig met alternatieven. En dat is dus steeds niet gebeurd. Het is precies het punt waar u het over had net. Van er is een signaal, het klopt niet, het zit niet goed. En dan doet men niks. Ja, ik ging ervan uit, dan doe je wel wat. En dan bekijk je de mogelijkheden. Het feit dat die val niet in een model is gestopt. Hè? Dan kan je nog fouten maken. Ja. Maar dat kan ik niet begrijpen. Maar dat betekent dus dat je eerst echt helderheid moet hebben over de feiten. Hoe is men onbesproken politiek verantwoordelijk? En zelfs al zou een kabinet zeggen volgende week van wij stappen op, dan nog moet je doen een waarheidsvinding. Ja, en dan zou ik dus zeggen, de Eerste Kamer, vind ik een uitstekend idee van Frits Wester van RTL4, is de aangewezen instantie. Want er zijn zoveel betrokkenen in die Tweede Kamer die dan weer naar zichzelf moeten kijken. En dan denk ik, nou, die Senaat heeft een mooie afstand. Ze hebben het recht om die enquête te doen, dat lijkt mij. Dat en dat kan kort en snel. Dat standpunt heb ik ook woensdag zelf ook ingenomen, inderdaad, Eerste Kamer. Snel beginnen. Oké, dat was de actualiteit van deze week. Genoeg om over te praten. We gaan nu naar een volgend thema. Namelijk onze veiligheid en vooral onze veiligheid op straat. Kijk even naar een korte bijdrage. Maar één die uiteindelijk beslist op straat, en dat is de politie. Toen ik hier begon, zag je de verloedering overal toenemen. En dat is eigenlijk tekenend voor de situatie op straat. Ik kan wel politie sturen of wat dan ook, maar dat helpt toch niet. Veiligheid, het thema van de Nederlandse burger op dit moment en ook in de verkiezingscampagne. Meneer Fortuyn, voelt u zich veilig op straat? Nee. En daar heeft mijn lijst ook mede de verkiezingen op gewonnen. Maar als u zich niet veilig voelt op straat, wat voelt u dan? Nou ja, ik zit nu wel in een bijzondere omstandigheid. Ja, maar u voelt zich niet veilig als u door Rotterdam loopt? Nou, op plekken. Hè? Je weet als stadsbewoner waar dat is. Er zijn delen van het openbaar vervoer bij mij ronduit onveilig. En er zijn plaatsen in de stad ronduit onveilig. Meneer Balkenende, voelt u zich veilig op straat? Op bepaalde plaatsen. Maar ook in een plek waar ik woon, een kapel in de IJssel. Als je hoort, dat is toch een dorpje. Denk je een rustig plaatsje. Ja. Maar als je dan ziet dat bij een parkeerplaats, bij een winkelcentrum, 15 auto's gaan worden gemold, deuren kapot worden gemaakt, dat is niet goed. Dat rondhangen, de mensen die in de lift durven, nou, dat soort dingen, dat komt voor. Nu is uw oplossing, dat is de meest rigoureuze van alle partijen, 10.000 extra agenten erbij. Ja. Denkt u dat u daarmee redt? Ik denk dat het noodzakelijk is. Als je bijvoorbeeld ziet wat er is gebeurd bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima op 2 februari. Meer agenten op straat en je ziet dat een stad veiliger wordt. De agenten zeggen ook, de politiekorps in Nederland, we hebben meer mensen nodig. En nu weet ik ook maar wel, de politie roept natuurlijk altijd, we hebben meer. We weten wel dat de zichtbaarheid van politie gewoon een belangrijke voorwaarde is. Goede politiemensen die zichtbaar op straat zijn, het openbaar vervoer veilig houden. En ik denk dat het kabinet Paars heeft lang niet aan kunnen geven hoeveel extra agenten erbij zijn gekomen. Wij zeggen 10.000 agenten erbij. Dat is absoluut noodzakelijk. En u zegt geen agenten bij, hè? Nou, ik moet er even niet aan denken. Daar heb ik ook een reden voor. Omdat er ontzettend veel bureaucratie en
ineffectiviteit in het apparaat zit. Dus niet in de mensen met de uitvoering bezig zijn, maar vooral in alles wat er om toe zit. En agenten zijn veel te veel bezig met administratie. Ik zie hele hoge ziekteverzuim, grote toestroom tot de WHO. Dus wat ik eerst wil, dat is die arbeidsorganisatie gezond maken. Waarom schudt u En pas dan aan uitbreiding denken. Overigens vind ik het wel van de gekken dat de NS er nu over denkt om de conducteur van de trein te halen. Dan vallen mijn schoenen uit. Op zichzelf ben ik het gewoon eens dat je zegt, daar waar mensen, goed opgeleide politiemensen, alleen maar achter een computer moeten zitten om aangiftes op te nemen, te simpel werk voor goede politiemensen, dat is onverstandig. Natuurlijk moet er winst in boeken. Maar dat is toch niet het hele verhaal. Ik denk, er moeten politieagenten bij. We weten dat Nederland veiliger moet worden. En dan zeg ik het standpunt van de heer Fortuyn, dat vind ik echt Ik ken de politieorganisatie vrij goed, doordat ik dat wat bestudeerd heb. En daar zitten zoveel bureaucratische remmen in. Die moet je eerst aanpakken, want als je dat niet doet, dan zullen die 10.000 agenten van u gewoon op straat komen, meneer Balkenende. Dat is het grote probleem. Meneer Fortuyn, ik heb laatst een gesprek gehad met een hele grote groep winkeliers. Ja. En die hebben verteld hoe zij de politie aanwezigheid ervaren. Wat is het grote probleem? Aanrijdtijden, snelheid van aanwezigheid van de politie. Ja. Je hebt meer mensen nodig. De signalen zijn volstrekt helder in de samenleving. Er wordt ook veel te veel op dat bureau gezeten. Dacht u met uw optie dat u dan met 10.000 extra agenten op straat krijgt? Nee, en ik weet ook ik weet ten eerste niet eens... Balkenende wil 10.000 agenten op straat en u zegt uw optie komt het er niet eens van. Maar dat moet ook niet. Ik wil ook dat ze meer en efficiënter werken. En het grote probleem is, waar haal je die mensen vandaan? Ik zou ook willen dat de tijden is wat verlengd werden. Dat er anders werd omgesprongen met de rooster. Dus de mensen die we hebben meer kunnen inzetten. En vooral goed opgeleide mensen die nu achter het bureau zitten, daarachter vandaan. Waar haalt u ze vandaan, dat meneer Balkenende? En dan eens kijken of we met uitbreiding een stap verder maar komen. Maar denkt u dat in die 4 jaar er misschien wel geen agent bij hoeft te komen? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik heb een periode van 2 jaar genoemd om eerst eens eventjes druk op de ketel te zetten. En met name op die... Want ik heb niet zoveel vertrouwen in veel korpsleidingen. Dat wil ik u er maar even bij zetten. Die onder druk te zetten. Eerst eens af te leren voor elke taak er geld bij te vragen. Gaat u nu eerst maar eens met het bestaande budget de dingen goed doen? Ja, u gaat over financiën. Het klinkt erg calvinistisch, maar dat is geen goede oplossing. Wat ik een ander punt noemen van de heer Fortuyn. In zijn boek komt naar voren dat hij het deelnemen aan een criminele organisatie. Dus groepen die ellende uithalen. Die mensen in onveilige situaties brengen. Die geweld plegen. Ja. Daarvan zegt u, zo'n bepaling om criminele organisaties in Nederland strafbaar te stellen, deelnemen aan, daar moet je van af. En dan denk ik, daar waar je heel gevaarlijke toestanden hebt. We hebben Meindert Juelker meegemaakt, Joost Kloppenburg, waarin groepen mensen de anderen gingen aanvallen. Ja. Dan moet je ook een juridische titel hebben om dat soort situaties tegen te kunnen gaan. Nee, en dan begrijp ik niet toch dat niet u dat mijn doet. Boek en dat uit ook zijn politie verband van rukken. Want wat ik dus zeg, dat is dat justitie dat artikel te pas en te onpas toepast. En dat dat dus een bedreiging is, ook voor de rechtsorde. En die kant mag je nooit verliezen. Dat is ook het hele moeilijke van het justitiële apparaat. Nee. Ik eis van een minister van Justitie heel veel. Ja. Want ik zou het zelf nooit willen worden. Omdat je daar een ontzettend evenwichtige persoonlijkheid voor moet zijn. Ja. Aan de ene kant moet je instrumenten hebben om criminaliteit hard en effectief aan te kunnen pakken. Aan de andere kant, het blijft mensenwerk, ook justitie, ook politie, moet de burger beschermd kunnen blijven tegen excessief overheidsoptreden. En dan zo'n artikel gebruikt wordt, ik geef een aantal voorbeelden. Ja, ik ken het in Amsterdam. Die gewoon geconstrueerd zijn, door justitie, helder, ongemakkelijker dat te kunnen pakken, dan ben ik daar tegen. De heer Fortuyn die doelt op wat er in Amsterdam is gebeurd toen er een eurotop was. Toen zijn er mensen opgepakt. Van mensen die helemaal geen lid waren van zo'n organisatie. Het gaat om het feit dat de politie toen heeft getracht die mensen waarvan het vermoeden bestond dat zij die stad op stelten zouden zetten, dat ze rottigheid zouden veroorzaken. Toen heeft de politie gezegd, op basis van een bepaald wetsartikel gaan we de mensen oppakken, zodanig als die stad veilig niet onveilig gemaakt. Gelukkig heeft de rechterlijke macht dat achteraf genadeloos afgestraft. En wat gebeurde er vervolgens? Ja. Toen is er een bepaling in de gemeentewet gekomen die het mogelijk maakt, je noemt dat bestuurlijke ophouding, om in dat soort situaties mensen ook te kunnen oppakken. Je kunt ze 12 uur vasthouden, omdat je moet voorkomen dat groepen een stad kapot kunnen maken. Ik heb meegemaakt in 1980 de kroning destijds en hoe een stad toen kapot is gemaakt. En ik vind wil u op uw CDA-beginselen wijzen. De mens is ten goede geneigd, maar ook ten kwade. En dat geldt ook voor
En, dit soort en als je dat zegt, dan heb je die bepaling nodig in het wetboek dat deelname aan een criminele organisatie strafbaar wordt gesteld. Veel te ruim toegepast. Meneer, en ik vind bovendien, en dat is een heel principieel punt, dat de individuele verantwoordelijkheid, dat is een kernnorm en waarde van weet onze wat, cultuur. Weet je wat het probleem is? En dat moet blijven. Als je praat over de criminaliteit en drugs, dan is het vaak lastig om exact vast te stellen wat die meneer of die mevrouw in die omstandigheden heeft gedaan. Ja. Okay, maar je weet wel dat ze deel zijn van een bepaalde meneer, groep die moet je aan kunnen pakken. Fortuyn, is Rotterdam over 2 jaar veiliger bij u? Ja of nee? Dat heb ik beloofd. Dus het moet. Het is veiliger. Zonder extra agent eventueel. Ja, of nee? Ja, zeker. Okay, en ik zal dat doen op bepaalde gebieden. We komen daar met heel concrete is Nederland onder u over 4 jaar veiliger? Ja, en het is extra agenten, maar dat is natuurlijk niet alleen agenten. Als je praat over veiligheid, heeft het ook te maken met waarde, met respect, met fatsoen. Het heeft te maken met gezinsbeleid. Dat begint natuurlijk mee, wat voor waardenormen zijn er. En je moet ook zorgen dat politie ook de bevoegdheden heeft. Ik hoor de heer Fortuyn niet praten over zaken als preventief fouilleren, als je weet dat er ellende... En ik zou graag zien dat het bevoegde gezag eens een keer heel stevig achter de politie op straat gaat staan. Meneer Balkenende, ook als er is iets misgaat, niet meteen wegloopt. Hè? Meneer Balkenende, u heeft het boek van de heer Fortuyn heeft goed gelezen. Daar komt een beeld uit van een bepaalde samenleving die de heer Fortuyn wil. Zou u in zijn samenleving willen leven? Nou, een van de commentaren op het boek van de heer Fortuyn was destijds dat ik het scherp vind in de analyse van Paas. Maar als het gaat om de visie op de samenleving, vind ik het een beetje te veel Paas denken. Het is of staat of markt. Een van de formuleringen, zelfs op pagina 7, daar kom je tegen. De mededeling dat de overheid over bijna alles gaat wat niet markt is. Nou, dan zeg ik, hoe zit het dan met die mensen zelf? Met de maatschappelijke organisaties, met het maatschappelijk middenveld? Daar zijn eigenlijk weinig oog voor. En er wordt gesproken over iets als een consument-burger. Nou, mensen zijn meer dan of consumenten of burgers die hun stem uitbrengen. Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaar. Mensen zijn lid van verenigingen. Dat is een visie op een samenleving, meneer Fortuyn. Nee, moet u natuurlijk wel een hele boek lezen. Dat heeft hij gedaan, want hij is professor. Ja, waar het in de preambule op gaat, is dat ik een tegenstelling construeer. Dat ik zeg, de politiek gaat niet over de economie, die gaat over de collectieve sector. Nou, dat is een stelling die ik uitwerk. Maar in de rest van het boek, als ik het dus bijvoorbeeld heb over scholen, dan heb ik het over de positie van ouders. Als ik het heb over de gemeente, dan heb ik het over de positie van burgers. Over buurten, over ziekenhuizen. Precies hetgene, maar op een moderne manier wat meneer Balkenende wil. Ik wil die burger terug in het maatschappelijk veld. En ook heel veel meer betrekken. En staat deze visie op de samenleving bij u, staat die onder invloed van uw eigen persoonlijke ideologie? Mag ik u daarna vragen? Ja, want uiteraard. U heeft een visie op de samenleving. Ja, uiteraard. Ja, en waar komt die vandaan? Nou, voor mijzelf, maar dat weet ook iedereen die mijn verwezen samenleving heeft gelezen, is dat mijn katholieke achtergrond. En kijk, heb met de commentaren op het boek, op het nieuwe boek, De Puinhopen van Paas, daarvan heb ik gezegd, het viel mij tegen ten opzichte van het boek De Vrezende Samenleving. Waarom? Ik heb het al in meerdere interviews gezegd. Dat boek De Vrezende Samenleving, dat blonk uit door aandacht te besteden aan waarden in de samenleving, de rol van maatschappelijke verbanden. En als je dit leest, het poldermodel deugt niet. Hoe u schrijft in dit boek over bijvoorbeeld kerkelijke ontwikkeling in Nederland, dan is het alleen al die kerksplitsingen. Maar het gaat niet over mensen die ze hebben ingezet voor zending, voor maatschappelijk goede verhoudingen. Ideologie te vinden is en als de ideologie is of die wel vanuit uw persoonlijke overtuiging komt. Ja, zeker. Kijk, het punt is natuurlijk dat mijn lijst, dat kan je ook aan zien aan de mensen die erop staan, dat is een geseculariseerde lijst, om het maar zo te zeggen. Ik wou zeggen, ratje toe. Dat ik een door het christendom geïnspireerde man ben, dat kan iedereen weten die mijn werk kent. Als u zegt van katholieke achtergrond, dat heeft u altijd gezegd, dat is mooi. Maar als je nu het denken van de katholieke kerk neemt, hoe daar wordt gesproken over de verhouding tussen de overheid en de markt. Dat zijn toch totaal andere verhalen dan je in uw boek tegenkomt. Waar het mij om gaat, dat staat heel centraal in dit boek, dat is de menselijke maat. Ik heb dat uitgewerkt. Mijn probleem bij jullie is dat ik niet weet wat dat inhoudt. Houden we nou op met die fusies van kleine ziekenhuizen? Gaan we nou terug naar kleinere scholen? Nee, gaan we op het platteland? Ja, dat vind ik interessant. Gaan we op het platteland naar kleinere gemeenten? Dus doen we het wel of doen we het niet? En de prijzencommissie, hij kent de stuk van het CDA goed. En u noemt de term menselijke maat. Wanneer heeft CDA voor het eerst genoemd, die term? Dat weet u nog? 1995, in het Port Nieuwegen was de waar. We hebben een heel program ontwikkeld. Maar wat houdt het nu in? Gaan we dat nou doen? Dat zijn concrete vragen die ik u stel. De afgelopen jaren, wat hebben wij nu gezegd over de grootte van scholen? U noemt dat punt. Ja. Alleen dit onderwerp, alleen dit voorbeeld. Al in 1995 hebben wij gezegd, in het verleden zijn we meegegaan met schaalvergroting.
niet goed. Je moet zorgen voor kleinere eenheden. Maar gaan we dat nou naar 15 mei doen? Ja, want... Akkoord! Ja, dat is het enige wat maximum grote ten aanzien van Basel. Dat zeggen we toch al jaren. Dat is niets nieuws. Balken, en ook even naar u de vraag of uw politieke overtuiging wordt gevoed door uw principiële idealen of door uw geloof. Ja, natuurlijk. Ja, en waar wordt dat zichtbaar? Want u zegt, bij hem wordt het niet zichtbaar. Nou, ik vind, als je kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan, de verantwoordelijkheid van de een ten opzichte van de ander, iets als naastenliefde, respect voor met elkaar omgaan, je verantwoordelijkheid nemen. En dat is dus niet alleen een kwestie van, als er een probleem is, dan ga je naar een verzekeringsmaatschappij, of je klopt bij de overheid aan. Nee, dan heb je ook vakbonden, werkgevers nodig. Het gaat om een houding in de samenleving, een cultuur van verantwoordelijkheid. En die, dan vind ik het boek van Fortuyn, dat ben ik tekortschieten. Wat zegt u? Ik vind het boek tekortschieten. Ik heb ook een bezwaar op een punt. En in die zin, want je legt natuurlijk accenten, mag u dat voor mij best beweren. Maar waar ik dus een groot tegenstander van ben, dat is nog niet zozeer van het poldermodel als van de poldercultuur, die geslotenheid. Ja, maar ik zoek en naar de wortels van ik wil het dus uw... openbreken. Ja? Ik wil naar die modernisering toe. En dat betekent voor mij dat ik die vakbeweging en die vertegenwoordigers van werkgevers, dan zeg ik prachtig dat u de belangen vertegenwoordigt, maar er zijn ook nog tal van andere belangen, van nieuwe ondernemers, van een nieuw soort werknemers en dat wil ik ook naar voren krijgen. En dit systeem sluit dat uit. Wat is uw missie, meneer Balkenende? Hoe ziet u uw missie in relatie tot uw overtuiging? De missie is werken aan een betrokken samenleving. Waarin mensen elkaar zien staan, waarin waarden als respect, naastenliefde, verantwoordelijkheid tot een recht komen. Ik denk dat de afgelopen jaren in Paas... En link dan met die persoonlijke levensovertuiging? Nou, de vraag die ik ook aan de heer heb gesteld. Dat betekent ook de C van het CDA natuurlijk, die speelt nadruk een rol. En dan heb je het over, bijvoorbeeld, neem een 24-uurseconomie. Is een zondag een dag waarin je alleen zegt, gaat om consumeren, de rol van de consument, of is het een rustig met elkaar? Als het gaat om de medisch-ethische kwesties. En dan praat ik niet alleen over zaken als euthanasie, maar ook over nieuwe genetische vraagstukken. Het gaat om menselijk leven. Wij hebben, te veel meegemaakt in de Paarse jaren. Pragmatisme, het was overheid of het was markt. Maar de vraag, wat betekenen mensen voor elkaar? Wat is gezinsbeleid in deze tijd? Hoe ga je met je verantwoordelijkheid om? En al die omstandigheden, dat heb je nodig. En ik vind dat te veel is van u heeft hier een paar weken geleden in een andere studio in het Elfde, u heeft gezegd dat u een soort roeping had. Nou, dat is een vrij heftig woord. Nou, laat ik daar ietsje van... Ieder mens. En waar zit dan die band tussen uw katholieke geloof, uw katholieke achtergrond en datgene wat u als missie in de samenleving heeft, zoals Balkenende dat al zegt? Ik hou ontzettend van dit land, vind het de afgelopen 10, 20 jaar ernstige verschijnselen van verloedering laat zien. En wat ik dus wil, dat is dus die menselijke maat terugbrengen in de samenleving, maar op een moderne manier. Dus rekening houdend met het feit dat het land in vergaande mate geseculariseerd is. Dus geen godsdienst meer in het centrum. Vindt u dat jammer? Ja, dat kan ik jammer vinden, maar dat zijn de feiten. Maar daar wil ik rekening mee houden. En met behulp van alle moderne technologieën die ons ter beschikking staan. En in die zin, denk ik dat mijn standpunt wat moderner, wellicht wat pragmatischer is en wat minder ideologisch geladen als dat van mijn counterpart. Het is denk ik niet moderner. Als het gaat om waarde in de huidige samenleving, dan is het waar dat de verzuiling van het verleden die is weg. Maar wat zijn de thema's die mensen bezighouden? Is die maar wie veilige heeft de kernnormen en waarden dat van de moderniteit geformuleerd in het Nederlands taalgebied? Ik ben helaas de enige. Als wij het hebben over betrokkenheid, over fatsoen, over respect, je verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheidsbesef, dan hangt dat samen met de vaste waarden waar je voor staan. En die zijn modern, die zijn echt van alle tijden. Dat is maar goed ook. Herkent u zich in al die woorden die dan wel geënt zijn op het christendom? Of zegt u nee? Natuurlijk herken ik me daarin. Ik ben zelf op die manier opgevoed. Alleen zeg ik van, je zult toch het verhaal, en dat hoop ik ook een kiezersmarkt mee aan te boren, op een wat andere manier moeten vertellen. Omdat de scheidlijn op het ogenblik niet meer via ideologieën loopt, niet meer ook via godsdienst, maar die loopt gewoon langs. Oud en nieuw, goed en slecht, werkt het of werkt het niet? Okay. Zo zit de moderne mens in elkaar en zo zit dit boek ook in elkaar. Dan zitten wij beide aan de vernieuwende kant, want ik denk dat Paas oud is. Goed. Daarover eens. Met alle verschillen. En we zullen dat niet meer. Rijking. Over de tijd is om. Nee. Oh, sorry. Ja. Misschien een volgende keer nog, want ik ben benieuwd naar uw ethische kwesties. Maar helaas, de tijd is om. Want tot zover Knevel op zaterdag. Volgende week op er weer te zijn. Bedankt voor het kijken en nog een prettige avond.